Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier bij Allianz Damietier in Ulvenhout voor het NK handboogschieten voor 11, 12 jaar. Wij gaan een kijkje nemen. Dit wordt één keer per jaar wordt dit gehouden. Het is specifiek voor aspiranten. Er zijn ook nog andere kampioenschappen voor de senioren. En dat noemen ze bondskampioenschap, omdat dus een Nederlands kampioenschap, dat is met zonder inschrijving. Terwijl de bondskampioenschappen moeten ze eerst aan de regionkampioenschappen deelgenomen hebben. En daar worden ze uitgeselecteerd voor de bondskampioenschap. Hoe is het vandaag verlopen? Ja, het is vandaag fantastisch verlopen zoals je hebt gezien. We hebben vanmorgen en vanmiddag hadden wij bij elkaar een kleine 90 schutters. Vanmorgen hadden wij de klasse tot en met 10 jaar. En vanmiddag hadden wij de klasse 11 en 12 jaar. Dus je kan wel van een succes spreken. En handboogschieten is niet een hele veilige sport lijkt mij. Hoe staat het met de veiligheid? Veiligheid staat bij ons heel hoog in het vaandel zoals je kan zien. Alle radiators zijn ook allemaal weggewerkt. Alle lampen zijn ook allemaal ingebouwd in het plafond. En zoals je ook in de wedstrijd hebt gezien, werken wij ook echt allemaal met signaal en met lichtreflecties. Om de veiligheid allemaal zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. En wat komt er nou bij kijken bij een goede handboogschieter? Wat is een goede techniek? Handboogschieten is een mix van concentratie en een mix van souplesse. Heel veel mensen denken dat het krachtsport is, maar dat is het net niet. Je hebt wel een bepaalde basiskracht nodig om de boog te kunnen uittrekken, maar voor de rest is het puur psychisch. En concentratie is heel belangrijk dus. En doet u het zelf ook of heeft u het ooit gedaan, handboogschieten? Ik schiet zelf ook. Ik ben dit jaar 25 jaar lid bij deze vereniging. Oké, proficiat. Dankjewel. Dankjewel. Dan de prijsreiking, hè, waar jullie al zo lang op hebben gewacht. We hadden in totaal 43 deelnemers in de categorie heren riekeurig 11, 12 jaar. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. De hoogste drie krijgen een medaille en die zal ik ook alleen opnoemen. De nummer 3 van vandaag, dat is geworden Roland van Gogh van ARK Rotterdam met een score van 266 punten. En dat was net zoveel als de nummer 2. Dus dat is ook 266 punten. Alleen daar hebben wij gekeken naar de aantal tienen. En Roland had 5 tienen en de nummer 2 had 9 tienen. De nummer 2 die had hetzelfde aantal punten. En dat is geworden Jelt van der Langenberg van Lumion Borstel. Noodloos-kampioen van deze klasse is vandaag geworden Jurre Zwijger van HBS Almere met een score van 268 punten. Ja, die is voor jou.